is de eerste keer dat de Knokke Art Fair plaatsvindt in het casino Te Knokke. Het casino, een plaats met een rijke geschiedenis in de jaren 30, 50 en 80. En vandaag wordt deze traditie verder gezet. Een kunstig evenement waar eigenlijk een combinatie wordt gedaan van een beurs en een expo. Een expo met Jan de Kok, die geselecteerd is om in interactie te gaan met René Magritte. En internationale selectie van handelaars in moderne en hedendaagse kunst. In combinatie met een onstage paviljoen waar jong talent ook aan bod komt. De kunstbeurs vindt traditiegetrouw plaats de week voor 15 augustus in Knokke-Heist. Verwelkomt de mensen telkens in de namiddag. De mensen kunnen ook gebruik maken van de shuttle service om naar het evenement te komen en kunnen dan eigenlijk zo op een rustige manier in interactie komen met moderne en hedendaagse kunstwerken, schilderijen, beeldhouwwerken, over verschillende periodes en over verschillende materialen en stromingen heen. De Knokke Art Fair is een jaarlijks terugkerend evenement die ervoor staat om de mensen een actueel overzicht te geven wat de kunstmarkt op dit moment te bieden heeft.